Baarmoederhalskanker is doodsoorzaak nummer 2 onder vrouwen in Suriname. Dit kwam maandag aan de orde na de officiële launch van een social media campagne over barrières tijdens de screening van baarmoederhalskanker. Volgens minister Amer Ramadin zal het ministerie van Volksgezondheid ervoor zorgen dat er landelijke campagnes gevoerd zullen worden. Dit met als doel de bewustwording en preventie te vergroten. De cijfers spreken voor zich en we zijn Stichting Lobby zeer erkentelijk dat zij de lead nemen in toch wel een belangrijk aspect, een belangrijk deel van de zorg. Als je kijkt naar de cijfers, uitgaande van, laten we zeggen, 35 tot 40 vrouwen die jaarlijks overlijden, dan kan je gerust berekenen dat elke week een vrouw sterft in Suriname als gevolg van baarmoederhalskanker. We gaan geen enkel persoon welke komt te overlijden zomaar accepteren. Zeker als je weet dat baarmoederhalskanker grotendeels te voorkomen is. Want bijna alle vormen van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door een virus, het HPV-virus. En het HPV-virus, daar kan je tegen laten vaccineren. Vandaar dat wij ook vanuit het ministerie gestart zijn met een HPV-vaccinatiecampagne. Op dit moment, dat loopt. Nancy Bandu, algemeen directeur van Stichting Lobby Health Center, ging dieper in op het onderwerp en legde uit dat baarmoederhalskanker het tweede meest voorkomende kankertype is bij vrouwen in Suriname. Volgens haar is uit onderzoek gebleken dat 25 tot 35 vrouwen jaarlijks sterven aan deze ziekte, waarbij 80% in een vergevorderd stadium verkeert. Op basis van deze analyses is er onderzoek verricht naar de vraag waarom vrouwen zich niet frequent laten onderzoeken. Bandu heeft sterk het vermoeden dat er veel barrières en angst bij de Surinaamse vrouwen zijn om zich te laten screenen. If you look at the mortality figures, what you see that on an annual basis 25 to 35 women are dying. Technically, if you would divide that, technically, you know, it's not really happening like that. But it would actually mean that you could say that 2 to 3 women are dying every month in Suriname due to cervical cancer, which is a preventable disease. So no woman has to die due to cervical cancer. If you look at the age on the other side, where people do think, you're talking about cervical cancer? No, it's not for me, it's for those old women. But if you look at the age, and you put a cutoff point at 50 years, then we see that 51% of the new cases are younger than 50 years, okay? And this is my biggest concern. 80% of the women that come in and where cervical cancer is detected, it's detected in a late stage, meaning that your survival chances are decreasing. Volgens de WHO-PAO-representatief in Suriname, Javlo Outara, is het niet alleen een probleem in Suriname, maar wereldwijd laten vrouwen zich niet geregeld screenen op baarmoederhalskanker. Verder benadrukte Outara dat social media een bijzondere rol speelt tegenwoordig. Het is een enorm hulpmiddel om met de buitenwereld te communiceren. Outara is ervan overtuigd dat de instanties het gros van de vrouwen via social media kanalen zal kunnen bereiken om de nodige informatie te verstrekken. It's offer an opportunity to break through the isolation many women who feel when it's come to discussion to discuss their health, providing them with clear, accurate and supportive information on cervical cancer screening. By joining force, the campaign will amplify our effort to make cervical cancer screening accessible to all women, regardless of their background or circumstances. Awareness is only the first step. We must also empower women to act on this knowledge.
Stichting Lobby heeft in samenwerking met influencers een filmpje in elkaar gezet om de samenleving te informeren over de mediacampagne betreffende baarmoederhalskanker. Dit filmpje is te bezichtigen op alle social media pagina's van Stichting Lobby Health Center.